vandaag in Afrokunstuur. Dit is Afrokunstuur. Afgelopen weekend, tijdens de eerste cultuurnacht in Breda, kwam de grote kerk tot leven. Het Franse collectief Anti-VJ was uitgenodigd om live een animatie te projecteren op het orgel. Met dit spectaculaire project opent de provincie Noord-Brabant het nieuwe seizoen Schatten van Brabant. Schatten van Brabant is het programma van de provincie Noord-Brabant, waarin we de verbinding leggen tussen erfgoed en kunst. Erfgoed is natuurlijk wat je om je heen ziet, wat mensen in de openbare ruimte tegenkomen en wat iets zegt over de geschiedenis. Dus het verleden laten zien, maar ook de moderne kunst daaraan verbinden, zodat het vertaald wordt naar de tijd van nu. The track is so intense. It would be quite nice to end on a... Yeah. Okay. So maybe when you play it, we can find a signal again. Okay. Then I'll just do the Messiaen only. Yeah. For this point. Yeah. So that we get used to it. Okay. Let's do that. Let's do that. Let's have some organ now. Most of us come from a VJing background, so people doing live visuals in clubs and festivals and things like that. And I think the main difference is that at some point, all of us shared an interest in doing something a bit more than just doing visuals on screens. We were all interested in projecting things on volume, so on objects, on buildings. The difference is that usually you project a square image, like a screen, you project something which is rectangular, basically. The technique that Johnny's been working on for quite some time allows you to just highlight little bits. Instead of having a full screen, you can just decide to highlight a little part of an object. The more you project on different shapes, the more the object becomes as important as the projection. So it's no longer about trying to project a video, but it's about trying to project a color or size to play with the object. Zij hebben het orgel in kaart gebracht, dus alle buizen, alle ornamenten, de omgeving, de pilaren die ernaast staan, die hebben ze helemaal tot op de millimeter nauwkeurig ingetekend. En die kunnen ze dus allemaal specifiek aanlichten, dus het is niet zomaar een vlak op het orgel. Nee, echt de buizen afzonderlijk brengen ze tot leven met het licht wat ze daarop projecteren. Ze zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een stereoscopie-projectie. We kennen allemaal de brilletjes met de rode en groene glas, waardoor je een soort van 3D kunt kijken. En zij zijn nu bezig om daar beelden voor te ontwikkelen, zodat je de volgende voorstelling op met een bril echt driedimensionale vormen gaat zien. Een soort IMAX, maar dan nog een stap verder. Vaak vergeleken met VJ'en wat zij doen, maar Anti-VJ maakt echt een verhaal van wat de geschiedenis van de kerk verbeeldt. Waardoor het voor veel mensen die hier komen en eigenlijk niks van de kerk weten, toch ineens een extra verdieping geeft in de ervaring.
We spend quite a lot of time trying to find some documentation, reading books and finding dates and main events. So the idea here is to like recreate the history of the cathedral. De rampen die zijn gebeurd, brand, instorten van torens, maar ook het restaureren, maar ook over het de tegenstelling tussen bijvoorbeeld protestants en katholiek geloof. Obviously the main attraction is this here, this huge, beautiful, rich, gorgeous, amazing organ, a special soundtrack especially made to fit with Gerhard Matters, the organist who will be performing live with us tonight. De combinatie van een hele moderne techniek met het prachtige oude orgel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelfs even bijna tranen had, zeg maar. Of zo, een beetje nat. Nou, ik vond de bliksem wel mooi. De bliksem en de stukjes glas. Het instorten van de kerk, dat je dat op zo'n manier kan visualiseren, vond ik fantastisch. En ook dat de kerk in de fik stond. Eerst dus de grandeur van het katholicisme. En de neergang. Dus ja, ik vind het wel helemaal hier horen. You can never be totally satisfied. That's not a bad feeling. Frustration is not a bad feeling. I think it's what motivates you to do even better every time. It's great to see that the whole event, the culture night, actually works, because there's waves of people coming every 15 minutes or 10 minutes or half an hour. There's more people, new people coming to see the show, so that's great.